Ja, bij 2-2 natuurlijk een beetje een apart moment dat hij zijn, dat hij zijn pijl al opbergt. Ja, wat gebeurde daar? Ja, hij heeft natuurlijk in zijn hoofd, deze is mijn eigen lek, deze moet ik houden. En daar is hij helemaal vol voor gegaan. En dan gooit hij die 130 uit en ja, dan heb je het gevoel van oké. En toen heeft hij zich denk ik vergist en dat hij dacht dat deze set gewoon klaar was. Dat je zoveel energie legt in die eigen lek om die te houden, om dat set binnen te halen. Ja, en dan krijgt hij nog de kans in de laatste lek. Maar Smit gooit deze laatste lek gewoon erg goed. Smit begint ook wel steeds meer dominantie uit te stralen. Daarom zijn ze ook wel lekker aan elkaar gekomen.